Assalamualaikum allemaal. Vandaag zijn we met alle groepen Ali, probeer iets verder door te lopen, anders kan ze niet erbij komen. Ja. Oh, oké. Assalamualaikum allemaal. Vandaag zijn we met alle groepen 7 van Yunus Emre op kamp in Zomeren. Zoals jullie zien, het is mooi weer, alhamdulillah. En we zijn hier, iedereen heeft het naar zijn zin. Het zijn allemaal mooie activiteiten en leuke activiteiten. Dus kijk gezellig mee. Eerst mijn gezicht, hoe moest dat? En dan mijn gezicht, de mooiste. En dan mijn. We hebben al 7000 stap gelopen. Hier vanuit het stadhoek hier. 7500 staat er. 7500 stappen hebben we al gelopen. 564. En dat kan nog misschien meer worden, want we gaan nog meer lopen hier in het bos. Ja. Ja. Lopen is gezond, maar te veel wordt je moe. De Nederlandse Waddeneilanden. De Waddeneilanden van Nederland, die ken je, hè? Uit Turkije gaat nep 40 tellen. Ja. Is lekker wel echt, hoor. Ja. Hoeveel is 40 tellen? 10 euro. Ik heet Bilal. Ik zit op Mandelaplein 7A bij je vrouw Sarah in de klas. En wat bevalt hier heel erg? Ik ben hier met vrienden. Dat is heel leuk. There's not a single person who can ever match his worth in character and beauty to ever walk on earth. Hallo allemaal, ik ben Abdelrahman. Ik zit op Mandelaplein in groep 7B bij juf Safiul. Hey Abdelrahman, kan je ook vertellen waar je nu bent? Ik ben denk op kamp. Oké, mooi. Hey, en wat ben je allemaal aan het doen? Wat gebeurt hier allemaal op kamp? Spelletjes spelen en je kan dingen in je vrije tijd doen, wat je wilt. En je kan bijvoorbeeld ook voetbal in de gymzaal en buiten spelen hier. Hey, en wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Op mijn kamer de hele tijd zitten. Op je kamer, oké. Vandaag zijn we heel druk bezig met het koken van een avondmaaltijd. En dat ziet er zo uit. Nou, ik moet op de eerste plaats zeggen dat ik weer diep onder de indruk ben van wat er allemaal gebeurt op zo'n kamp. Een belangrijk uitgangspunt bij onderwijs. Het onderwijs is heel erg opgericht om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij. Dat doe je niet alleen met boeken en met schriften en met lessen in de klas. Maar ook bijvoorbeeld hier op zo'n vreemde site waar kinderen nog nooit geweest zijn. Dat ze ook daar leren, ook op een andere manier te leren. O
all the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define. We zijn nu aan het vegen en niet alleen wij, want morgen en overmorgen in de ochtend en in de middag moeten andere groepen 7 van Huns Emre het een beetje vegen en alles een beetje afruimen. En zo komt iedereen weer een beetje aan de beurt om te vegen en alles op te ruimen. We zitten op onze kamer, we spelen buiten, we doen activiteiten, we eten. En heb je lekker gegeten daarnet? Ja, heel lekker. Every sound in every voice in every language ever heard. Nummer 62. They could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibi. Nou, die kinderen die kijken er eigenlijk al maanden van tevoren naar uit. Ze weten natuurlijk dat ze met de grote groepen de school uitgaan als het ware. En het begint eigenlijk al bij de voorbereidingen, het inpakken, de inkoopjes doen voor de schoolkamp. Gesprekken die met ouders worden gevoerd. Wat ook echt leuk om te zien is hoe ouders er ook naartoe leven. Die ouders die zijn ook tijdens de informatieavond zijn ze massaal afgekomen. Voorbereid ook, stelden goede vragen. En ze wilden natuurlijk weten hoe het allemaal wordt georganiseerd, hoe het wordt uitgepakt. Ouders die tijdens het afscheid aan het toneel waren, dat is ook wel leuk om te zien. Dan zie je toch die zorgelijke kant van de ouders. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. We hebben gevoetbald. We gaan nu nog wat anders doen. We hebben heel veel dingen samen gedaan en zo. En wat gaan jullie doen als ik vragen mag? We gaan nu een kampvuur. We gaan een beetje zitten met elkaar. We gaan een beetje energie zingen. الصبح بدأ الصبح بدأ بدأ الصبح بدأ بدأ. Deze nacht was eigenlijk een klein beetje slechte nacht, want we hebben allemaal heel erg slecht geslapen. En de juffrouw probeerde iedereen normaal op te laten staan en dat lukte dus niet. Dus de juffrouw Sebo pakte gewoon 2 ijzeren kommetjes en sloeg ze tegen elkaar aan en ging zo lopen. Toen werd iedereen gestrest wakker en toen moesten we slapen verder bidden en gingen we weer terug. We gaan nu naar de naastliggende kamer. Kom. Lekker. Oké, assalamu alaikum. Alaikum salam. Gaat het goed met u? Heel goed. Ja, met mij gaat het ook goed, alhamdulillah. En wat vond u van deze nacht, meneer? Soms was het wel storend, maar andere keren was het wel rustgevend. Ben je nu moe? Nee, niet echt. En wat gaan jullie nu doen? We gaan aan de sportdag meedoen. En wat gaan jullie precies doen in de sportdag? We gaan allemaal activiteiten doen en de winnaar krijgt op dan een prijs. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gaat het goed met u? Ja, ook goed hoor. Met jou? Ja, met mij, alhamdulillah. En hoe vind je de laatste al die dingen op kamp? Leuk. Nog steeds? Ja. Soms is het wel een beetje storend ook, of, met het slapen. Ja. Maar wat gaan jullie nu zo meteen doen? We gaan meedoen aan de sportdag. Ja, en wat moeten jullie meteen hierna doen? Weet ik niet. Assalamualaikum. Alaikum salam. Hoe gaat het met u? Goed met u? Alhamdulillah, altijd. En ik heb gehoord dat je enkel hebt verstuikt. Gaat het goed met jou? Het gaat in ieder geval wat beter, maar gisteren kon ik niet eens erop staan, maar nog wel beter. Heb je nog steeds veel pijn? Nu niet. Ik heb zo'n tape erop gedaan, dus gaat wel wat beter. Dus gaat alhamdulillah wat beter met jou? Alhamdulillah. Oké, en
Hoe vond je de afgelopen nacht hier? Best goed eigenlijk, maar toen we gingen slapen werd allemaal gepraat en geschreeuwd. Maar deze dag heb ik niet goed geslapen, 3 uurtjes maar. Maar gisteren heb ik wel goed geslapen. Assalamualaikum, hoe heet jij? Lekselen, Jada. Vind jij deze kamp wel leuk? Ja, heel leuk. Hoe was het vannacht wel gegaan? Is het wel goed of niet? Ja, het was wel goed, maar we bleven wel de hele tijd wakker. En heel veel lachen. Heb je hier wel vrienden in? Vind je het... Ja, heel leuk. Je deed een vriendin hier. Heb je ook meer vriendinnen gemaakt? Ja, daarachter, maar jullie zien haar niet, denk ik. يا سلام يا سلام ما تبارك ويا الله حلوين والله ما شاء. Wij zijn vandaag op dag 2 en we zijn op de plek op de sportdag. En ik ga een paar kinderen interviewen. Het is heel leuk, gezellig. En ja, iedereen speelt samen. Niemand maakt ruzie. Wat doet eigenlijk de school eraan om de identiteit van de school hoog te houden tijdens zo'n kamp? Nou, wij houden het hoog door bijvoorbeeld het personeel dat wij hebben voor de meisjes vrouwelijk personeel te regelen en voor de jongens de mannelijke personeel. We houden rekening met onze identiteit. Dat wil zeggen dat wij de 5 gebeden met alle kinderen verrichten. Tijdens het gebed houden wij ook een stukje over de akhlaq-principes die wij dan meenemen. Dat behandelen wij met de kinderen om daar ook een gedeelte aandacht aan te brengen. De slaapgedeeltes zijn gescheiden, de doucheruimtes zijn gescheiden. En op die manier proberen wij eigenlijk een hele rode draad te behouden tijdens de schoolkamp. Zodat we er een leuke ervaring mee kunnen bereiken, zowel voor de kinderen als het personeel. En dat we inshallah een gezellige tijd met elkaar kunnen behouden, met behoud van onze normen en waarden. Het moment dat je het dichtstbijst bent bij Allah subhanahu wa ta'ala bent, is de sujoed. Heel goed, dank jullie wel. De sujoed is het moment dat je het dichtst bij Allah bent. En tijdens dat ene moment vraag je Allah om vergeving. Vraag je Allah dat hij jou succesvol maakt. Vraag je Allah om jouw ouders te beschermen, om jezelf te beschermen. Vraag je Allah om allerlei goede dingen. En we bidden nu met z'n allen tijdens de kamp. Zometeen als we naar huis gaan, dan wil ik ook dat iedereen het gebed blijft verrichten. 5 keer per dag zijn we verplicht om het gebed te verrichten op tijd. Makkelijk! Kijk die hand! Kijk dan! Jongens, luister even. We spelen echt een vette spelletje. Je vult het bekertje met water. Je vult het. Je telt. 3, 2, 1. Ja! Oh,
عيشوا أحلى سنين قولوا ما شاء الله ويا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعك ويا بعض في الجنة. آه السلام عليكم يا سريسة بدك يا عم تفليزة إن شاء الله. يا حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله اجمل فرحه في حياه كل ليله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام Wat ik verder heel erg leuk vind is dat het enthousiasme elk jaar weer toeneemt. We doen dit nu voor de 7e keer, dit kamp. Het is de 7e keer dat we op schoolkamp gaan. En je ziet er steeds meer drive in komen. فرحة بينا والليلة دي القلب داب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله عيشوا أحلى سنين قولوا ما شاء الله ويا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعك ويا بعض في اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه بسم الله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله We hebben heel heerlijk genoten van het eten. Dank jullie wel voor jullie gastvrijheid. Het is hier heel erg gezellig. Ik merk dat heel veel kinderen verschillende taken hebben gekregen. Ze zijn nu bezig in de keuken om daar te helpen. Slaapkamers zien er netjes uit. En ik wens heel veel plezier. ما تباركوا يا الله